Israël en Palestina. Tweezijdig conflict dat eenzijdig wordt verteld in de media. Wij zijn trouwens nog bezeten, dus free Europa. Nexen. Maar slaap maar lekker verder. Dit standpunt, ik heb het ook heel vaak gehoord en ik heb ook zelf er een tijd in geloofd. Maar ik ben daar van teruggekomen. Ik denk dat het overgrote deel van de mensen in de islamitische wereld, de Arabische wereld, houden van hun kinderen, houden van de mensen in hun omgeving, vrede willen, niet... u zegt nu, ze willen bloed. Ik deel dat wereldbeeld niet, of niet meer. Ik geloof niet dat het zo in elkaar zit. Ik geloof dat dit wij-zij denken en dit tegen elkaar uitgespeeld worden op deze manier. Van zij willen bloed, zij willen alleen maar het enige taal die ze verstaan is geweld. Dat is niet mijn ervaring die ik heb opgedaan in de jaren waarin ik me ben blijven ontwikkelen sinds de korte periode na 9-11, waarin ik, net als de PVV, maar die zit nog steeds in dat wereldbeeld, me liet meeslepen in dat goed-fout denken. Ik ben daarvan teruggekomen. Ik denk dat het de oorlogen die Amerika gevoerd heeft in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, noem het dan maar op, gigantische blunders zijn geweest. Ik betreur de doden die daar zijn gevallen, de destabiliteit van de regio die het tot gevolg heeft gehad, de greep van de surveillance staat over onze levens, onze privacy, de Patriot Act, noem het allemaal op, alles wat daar gebeurd is. En ik vind het vreselijk dat zoveel gewone mensen daar slachtoffer van worden. En ik kan me niet voorstellen dat dat tot meer liefde en verbinding en vreedzaamheid leidt. Elke bom die je gooit, plant weer de zaden voor een tegenbom.